Het zijn echt mijn longen. Ik ervaar ze vanaf het eerste moment als perfect passend bij mij. Ik heb nooit het gevoel gehad van dit is iets anders. En dat gevoel dat hou ik graag vast. En in dankbaarheid ga ik het leven in en probeer ik er echt wat van te maken. In 2008 kregen wij een dochter, dochter Donja. Nou, zij is inmiddels al 8 jaar. En ja, dat is natuurlijk fantastisch. Zij is er omdat ik een donor had. Ik zie haar ook echt als degene die mede dankzij een donor in de wereld staat. Bovendien kan ik mijn beste jaren, en dat kan ik met recht zeggen, aan haar opvoeding geven. Ik kan haar in mijn allerbeste tijd, waarbij ik me ook nog net zo verwonder over veel dingen als zij, kan ik haar helpen dat leven in te gaan. Ja, mooier kan het niet.